Ja, Robin en Maarten, nu gaat het om spannen. Jullie gaan ook husselen. Jullie hebben wel het voordeel dat jullie hebben kunnen afkijken bij de anderen. Ja, ging dat goed? Ja, we snappen hem. Oh, jullie snappen hem. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Ik zou zeggen, regie, laat de eerste maar komen. Succes, hè, heren. Dank je. Dank je wel. Het zit in vuurwerk. Kruid. Prima. En de volgende. Premie. Premie. Kijk, 15 tegen 15. En het derde woord komt in zicht. Daling. Daling. Jawel hoor. Nou, we gaan goed, mannen. Jullie hebben goed geoefend. De volgende. Jacht. Jacht. Prima. En jullie gaan echt gelijk op. Ja. Nou, wat maken jullie ervan? Luiken. Luiken. Reken ik goed? Nou, we gaan rustig verder. Het is heel klein. Micro. Micro, natuurlijk. Nou. En dit. Hoe sneller je drukt, des te meer punten. Kom op. Verslag. Verslag. En dat spoorde Maarten aan om snel te drukken. Ja, dit lag gisteren helemaal plat. Trein. De trein, ja. Grote sneeuwstorm. Nou, ene laatste. Eiken. Eiken. En de allerlaatste. Ironie. Goed zo. Ja, en dit is heel spannend, want met die laatste vraag heb je nog de overwinning gehaald in deze ronde. Robin 90 punten, 85 voor Maarten. Nou, het scheelt maar 5 puntjes, dus overduidelijk dat jullie aan elkaar gewaagd zijn. Het kruiswoordraadsel, wat denken jullie daarvan? Ja, komt goed. Ja? Ja. Het zal me benieuwen. Het zal erom spannen, nou, ik ben benieuwd. Zometeen het kruiswoordraadsel met jullie.